Week 2 van de daklozenkrant. We zijn vandaag bij Spaces in Amstel, Amsterdam. Echter is het nog een Spaces in aanbouw. Uber, Amazon zitten hier allemaal. Daarachter, daar zijn nog allemaal kantoren in aanbouw. Dus het is een beetje beperkt. Het is nog erg rustig en de wifi is nogal slecht. Maar we zitten hier vandaag met het surveys team, dus daar ga ik even langslopen. Job, Michel, Nienke, Jaap. Jongens, hoe bevalt het leven zonder kantoor? Ja, met onze softwareoplossingen hebben we natuurlijk een... SSP'er. Michel, hoe bevalt het leven? Super om hier als team gewoon bij elkaar te zijn. Ja, Nienke, jij bent vanmorgen met de trein gekomen. Je werkt wel altijd veel thuis, maar ik vind wel om een team hier samen te zitten super fijn. En Jaap? Het is heerlijk een team. Heerlijk een team. Ja. Minder afleidingen, ja, precies. Samen. Dat is goed. Ook nog Edwin, hoe bevalt het leven? Ja, prima. In Spaces. Ja? Mooi met team samen. Goed zo. We zijn onderweg naar Parijs samen met Koen. Dag allemaal. We hebben een West-Europese meeting met ons Windows en Surveys team in Parijs. We hebben de Thalys gepakt om 5:30 vanuit Schiphol. En arriveren nu rond 9:00 in Parijs. En dan gaan we eerst een hapje eten. En morgen de hele dag hebben we de QBU. When in Paris, dan pak je natuurlijk de Uber. Naar het restaurant waar het hele West-Europese team al een 2 uurtje zit. Wij schuiven aan voor een borrel. En een hapje eten. Uiteraard. In Parijs kun je prima om 10 uur nog eten. Dat lijkt mij hier geen probleem. Nou, zoals jullie kunnen zien staan we nu in Parijs. We hebben net gegeten. Bonjour. Bonjour en bonsoir. Bon amour. Morgen laat ik jullie zien hoe we onze West-Europese meeting verder vormgeven. Hier hebben we vandaag onze eerste meetings. We gaan nu allemaal weer terug naar huis. Nou, hopelijk komen we weer op tijd aan bij de trein. En dan gaan we weer naar huis. Ja, back home.